Welkom bij een nieuwe vergadering. Nee, kutzooi. Correctie. Welkom bij een nieuwe Varo Weekly. Dit keer weer met Bas. Het is een verkorte editie, omdat we dus ook de vergadering aan het filmen zijn. En dus Daan druk met editen. Doei doei. Hoi. Morgen. Je zit in Varo Weekly. Oh, leuk. Stel je even voor, wie ben jij? Ik ben Sven en werk bij de Hot Tub Productie. Oh, dat is leuk. Ja hoor, zeker. Ja? Ja. Mis je oude collega's? Ja, ook. Heb je nog het leukste vertellen van de Varo Weekly? Denk het niet. Vertellen van het leukste van Varo Weekly over zaterdag crew. Over de zaterdag ploeg. A.k.a. door de week crew nu, maar... Komen de zaterdag 70 gisten. 70? We zijn 2 weken dicht, gaan we niet werken. Vakantie. Dit is de testopstelling van de nieuwe filteropstelling. Deze gaat binnenkort in de externe, ik denk vandaag of morgen. We gaan gaan testen met de UV-lamp en de Furo. In de tuin heeft ook de UV-lamp. Koepa. Rustig. Vertel even wat. Wat? Hoeveel gaan we er maken? 31. Hallo. Nee, hier hebben we geen tijd What's voor. What's up, Welvaren Weekly? Wat zijn we hier aan het doen? Welvaren Academy is dit. Leer je wat? Ik ben een nieuwe trainee voor de Ton Saunas 330. Wie gaat meer verkopen dan? Jij of Sanne? Ik sta sneller in de zaal. Dat was heel snel antwoord, hè? Hoorde je hem? Nou, moeten we nog even laten zien. Accepteer je dat? Mag ik mijn plofkan? Ja, jammer dat het niet roze is. Wat ben je zo aan het uitleggen? Nu eigenlijk alles over de sauna's. Sven die had eigenlijk alles al van de hot tubs uitgelegd en de systemen. Wat is de grootste sauna? 3400. Oeh, ja. Dat is de zwaarste kachel die we hebben voor de... Kom ik zo bij je terug. Maar daar is hij nog niet geweest. Gaan alleen wat anders doen, want dit... Wat ben je aan het doen, Mees? Ik ben heel interessant aan het doen op kantoor. Maak er nou eens een echt verhaal van in plaats van... Ik ben Bas aan het ondersteunen. Hopelijk ooit dat ik hem geen vragen meer moet stellen. Dat hij niet zo geinig reageert. Nee, ik zit nu bij R&D en ik maak ook mooie tekeningen. Hopelijk dingen aanpassen en mooie dingen. Ja. Oké, dankjewel. Goed, hè? Brein, maak jij ook mooie tekeningen en zo? Ja, geweldig. Ja? Prachtige tekeningen. Wat heb je feedback gegeven aan die jongen? Ja, nee, tot nu toe gaat het wel oké. Okay. Ja. Goed als je kan verwachten. Waar zijn we mee bezig op daar in die afdeling? Een nieuwe filterkist, zoals usual. Dit keer wordt het modulair. Maar ik heb echt het idee dat je gewoon echt een uitlaat getekend hebt. Op ik ben wat aan het proberen met het Balboa systeem. Oh, dat is de Balboa op, leek op een katalysator. Nice. Ja, nog wat te vragen? Nog wat te vertellen? Nee, eigenlijk niet. Vertel even wie je bent. Ik ben Jamie, ik ben nieuw hier. Sinds maandag begonnen op administratie. Met al je vrienden hier. Ja, niemand wil me met Bas en Bas die er niet zijn. Hij komt 1 dag en dan is hij gelijk 2 dagen weg. Jamie ging akkoord met zijn contract alleen meteen opgezegd. Ja, misschien dat het toch een link zit. Ik zal eens even de tijdlijnen naast elkaar leggen, ja? Gaat goed? Ja, zeker. Vind je het leuk? Ja, tot nu toe wel. Vertel eens wat leuks voor de weekly. We hebben een korte weekly, dus mand. We hebben een korte weekly. We gaan een magazine maken. Oké, snel. We hadden afgelopen week kwartaalmeeting met die adspartijen. We hebben plannen gemaakt voor het nieuwe kwartaal, die dus natuurlijk nu begonnen zijn. Mm-hmm. En daar gaan we lekker mee knallen. We hebben een nieuwe deadline afgesproken voor de webshop. 1 augustus is hij live. 31 juni. We hebben de eerste user-generated content video gekregen van een klant. Yo, ik heb even te verkocht. Moet we even op ding slaan dan? Ja, eerst even goed zetten. Nee, mappen. Ja, ja. Dan moet even mappen op de weekly. Gewoon met de mic. Niet zo uit, hè? Nee. Dat gaat echt niet uit. Ik map de ding kapot, maar het gaat om het idee. Lekker Bram. Waar ik mee bezig ben geweest is de .com sequentie aanmaken. Zodat we mensen over de heel Europa kunnen gaan opvolgen. Dus we hebben nu een mooi dingetje liggen met alle landnummers. Dus ja. Dan weten we wat we moeten invoeren als we die mensen gaan bellen. Ik heb een overzichtje gemaakt, dat is wel leuk om te zien Daan. We hebben dus hier een overzichtje en hebben we dus hier alle landen staan. Dus we hebben er 2 uit Australië, Oostenrijk. 2 uit, 6 uit België, een paar uit Tsjechië, Duitsland. Kevin heeft er eentje uit Barcelona verkocht. Maar de meeste aanvragen komen uit Portugal, 36. Italië 33 en Engeland, waar we niet aan verkopen, 28. We hebben een hele mooie nieuwe tuin. We hebben vorige week heel veel aandacht besteed aan de tuin samen met Bart en Sven. We hebben een nieuwe Ovaltini in de tuin staan. Het water, de waterkwaliteit doen we wekelijks checken nu. Dus daar zijn we ook heel erg druk mee. En een nieuwe kachel. Ja, dat was het. Wat heb je maandag gedaan? De kwartaalvideo opgenomen samen met Daan. Ja, we hebben de kwartaalvideo opgenomen. Die is volgende week vrijdag 12 juli. Dus wees er allemaal bij. Oh ja, dat is wel een goeie. Ja.
Ook voor de nieuwe mensen verplicht. Die misschien nog niet in de agenda hebben staan. 12 juli, verplicht aanwezig. Vanaf 3:30? Denk het wel. Gaat het goed, Marco? Ja, best. Gooi even een updateje voor de weekly dan. Ja, we zijn net klaar met sauna van vandaag. Dikke 4 meter en een 2,80. Ik zal eens even kijken of ik dat fatsoenlijk op beeld kan krijgen. Paul. 4 meter lang en 2,80 net klaar. Stijn is druk aan het opruimen. Niet bellen en rijden tegelijk, hè? Precies, de multitasker en de vrouw. Hey, doe even een updateje dan. Ja, Joey heeft me weer in de steek gelaten. Laat me weer alleen achter en voor de rest heb ik niet echt een updateje, joh. Moet je nog even een shout-out doen? Shout-out naar Willem. Voor zijn verjaardag? Zijn enkel verswik. Shout-out naar Willem. Ja, dat is eigenlijk een verhaalste update. Dat Christopher begonnen is in Frankrijk. Ik heb hele mooie stickers ontvangen. En als je naar die QR-code gaat, dan kom je op een pagina van een brandhoutleverancier. En als je via die code brandhout bestelt, dan krijgen wij daar een mooie commissie voor. Dus dat is misschien wel een leuke update. Oh ja, Lorenzo is met Pepijn naar producent van Always Blue gegaan om Always Blue nog te verbeteren. En vooral te kijken hoe dat we dat beter kunnen uitleggen aan de klanten en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Oké, is goed. Doei. Ik weet toch niks. Jij bent de afsluitkoning. Dit was de Welvaren Weekly. Doei.